ben ik een petrischaal? Wie weet wat een petrischaal is? Wie weet het niet? Oké. Als je in een laboratorium werkt, vaak met menselijke stof, dan heb je een petrischaal, dan stop je dingen in, dan gaat het vloeistofje in en dan ga je kijken hoe cellen zich ontwikkelen. Dus het is laboratoriumwerk. Goed, de titel is Ben ik een petrischaal? Daar kom ik zo meteen even op terug. Allereerst even, wie herinnert zich 1 januari 2004? Nou ja, maakt niet uit. Het is geen 11 september of zo. Maar goed, voor mij is dat een belangrijke datum. Want dat is de datum, de dag waarop ik voor het eerst baanloos was. Ja, en dat is wel een hele verandering. Want dan word je 's morgens wakker en je hoeft niet naar je werk toe. Nee. Maar 2 januari en 3 januari en 4 januari ook niet. Maar dankjewel voor deze aanvulling. Ik had mijn zaken verkocht en vanaf dat moment had ik dus geen werk meer. Maar ik had wel heel veel vrije tijd. Ja, en juist die vrije tijd, dat was ook best wel een probleem eigenlijk, want ik was 43. En al mijn vrienden hadden die vrije tijd niet. Dus op een gegeven moment begon ik mij ontzettend te vervelen. En mijn vrouw begon mij ook vervelend te vinden. Die zegt, ga jij maar weer eens aan het werk. Denken. En toen heb ik ook weer wat gevonden. Maar naast dat ik weer een nieuw bedrijf ben begonnen, ben ik ook heel hard aan mezelf gaan werken. Ik ben pas daarna lid geworden van Toastmasters. Maar ze hebben mij geleerd, als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Dus ja, wil ik weer wat gaan doen en wil ik zelf veranderen, ja, dan zal ik ook andere dingen moeten gaan doen. Dus ik ben boeken gaan lezen. Onder andere Wij zijn ons brein van Dr. Schwab. Ik weet niet of iemand dat gelezen heeft. Ik vond het zo'n ontzettend interessant boek. Ik denk, wauw, werkt ons hoofd, werkt dat zo? Het is echt, wie het niet gelezen heeft, het is echt aan te bevelen. Want nou ja, ik was helemaal flabbergasted van, nou ja, ik kon er gewoon niet bij. Zo mooi als ons lichaam in elkaar zit. Het is echt heel bijzonder. Ik ben meer gaan sporten. 3 keer in de week. En tijdens dat sporten bekeek ik YouTube-filmpjes. Gewoon de telefoon voor mij, oortjes in. En, ja, en het leuke is, je komt van het een, kom je het ander. En onder andere kwam ik bij iemand en die heette Bruce... Dan moet ik me even opzoeken. Bruce Lipton. Wie kent die? Ooit van gehoord? Maar dat is dus een celbioloog. Nou, en daar ook vandaan ben ik een petrischaal. Want die celbioloog, die deed allerlei proeven. En het begon er eigenlijk mee dat hij stamcellen in zo'n petrischaaltje deed. En dan daar bepaalde vloeistof bij deed. En dan vermenigvuldigden die cellen zich tot exact dezelfde cellen. Nou, dat is natuurlijk heel bijzonder. Maar toen ging hij daar wat mee doen met die exact dezelfde cellen. Die deed hij in verschillende petrischaaltjes. En daar ging hij verschillende vloeistoffen bij doen. Een basische vloeistof, een zure vloeistof, misschien wel een andere vloeistof. En wat gebeurde er tot zijn verbazing, is dat die cellen zich ontwikkelden tot spiercellen, tot beencellen, tot, wat was nog een soort cel, vetcellen, die heb ik hier zitten. Hij denkt, ja, dat is toch wel heel erg bijzonder. En toen trok hij dat micro, trok hij naar het macro, zal ik even zeggen, trok naar het lichaam. Hij zegt, stel je nou voor dat jouw lichaam die petrischaal is en dat het bloed, dat de vloeistof is. Ja, ik vind dat niet zo raar gedacht. Ik weet niet of jullie ervan vinden, maar ik denk, hé, dat snijdt best wel hout eigenlijk. Dus als dat zo is, dan is het A, al heel belangrijk van wat je in je lichaam stopt, dus eten. Dus in die zin, we hebben de vorige keren wel eens gehad over gezond eten, zelf brood bakken en zo. Nou, dat is heel belangrijk, want dat wordt verteerd, dat komt via je darmen, komt het ook in je bloed. Dus als je ongezond eet, ja, dan reageert je lichaam daar slecht op. Nou ja, en we kennen die programma's wel van obese en allerlei andere programma's. En dan zien we ook dat het gewoon niet gezond is.
Maar even afgezien van het eten, we weten dat in ons brein dat daar allerlei stofjes worden aangemaakt. Weten we dat? Noem het of niet? Ja, dat er ontbreken stofjes. Maar goed, dan heb je ook ander gedrag. Maar wie kan dat stofjes noemen waarvan je... Ja, kijk, hier is een deskundige. Oxytocine, dat is ook zo'n hele mooie. Knuffelhormoon, ja. Dopamine, daar slapen we heel lekker op. Nou, dat zijn allemaal stofjes die maken wij aan. En dat zijn neurotransmitters of dat zijn hormonen. En neurotransmitters, dat doen wat met je synapsen, met je zenuwen. En hormonen, dat komt in je bloed. Uiteindelijk bereikt dat je cellen. En dat heeft dan invloed op je cellen. En dat gaat naar je organen. Dus het heeft invloed op je organen. Dus hoe ons brein werkt en wat daar voor stofjes worden gemaakt die vervolgens in ons bloed komen, hebben dus invloed op onze cellen en op onze organen. Nou, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Zoiets als cortisol bijvoorbeeld, dat is ook een hormoon. Als je dat te veel hebt, is het heel erg ongezond voor je. Dus dan moet je zorgen dat het naar beneden gaat. Want als je dat te veel hebt, daar kun je ziek van worden. En dan, ik ga nu even oplezen, want ik onthoud het niet helemaal. Hart- en vaatziekten, diabetes, darmklachten, overgewicht. Dus als je te veel cortisol hebt, kan dat allemaal gebeuren. Dat kun je vervolgens naar beneden brengen met sporten, muziek maken, ontspanningsoefeningen, sociale activiteiten, meer knuffelen, dan kom ik even bij Robert terecht, en lachen. En dat lachen, daar heb ik eigenlijk een hele leuke over. Ik heb eind vorig jaar heb ik een cursus mindfulness gedaan. Mijn vrouw zegt, je moet hem nog een keer doen. Maar goed, maakt niet uit. Ik heb die cursus gedaan en toen op een gegeven moment, ja, ik maak het toch even af. Mindfulness. Toen moesten we een bodyscan doen en een bodyscan is dat je je aandacht volledig bij je lichaam hebt en allerlei dingen bij langs gaat. En op een gegeven moment zei ze, van trek je mondhoeken omhoog. Nou, dat deed ik. En het gekke was, ik kreeg ineens een blij gevoel. Dat is echt, was een hele bijzondere gewaarwording. En wat ik er eigenlijk mee wil zeggen, dat lichaam en geest, dat heeft gewoon met elkaar te maken. En dat is echt, dat was voor mij een hele bijzondere gewaarwording. Interpretatie van je gedachten heeft invloed op de stofjes die je afmaakt. Ik zie twee verschillende personen, het zijn allebei personen. En de een, daar hou ik van. Dan maak ik allerlei positieve stofjes aan en die ander maakt mij bang. En dan maak ik allerlei negatieve stofjes aan. Dat geeft angst, dat geeft stress, nou, noem maar op. Terwijl als ik mijn gedachten bij beiden op een positieve manier uit zou oefenen, zou ik die positieve stoffen aanmaken. Dus wat ik hiermee wil zeggen is dat gedachten heel belangrijk zijn. Ook de manier waarop jij zeg maar stoffen in je bloed brengt, wat invloed heeft op je lichaam. Die Lipton zegt, als we de interpretatie bij ziekte van angst en gevaar verschuiven naar positief denken, reageert het brein biochemisch. Het bloed verandert de celcultuur en de cellen veranderen op biologisch niveau. Nou, het klinkt misschien een beetje te makkelijk, maar ik denk dat er heel veel waarheid in zit. Dus, en daar wil ik eigenlijk mee afsluiten. Niet alleen wat we eten is belangrijk, maar ook wat we denken. En daarom zeg ik ook, van wat er ook gebeurt, het is beter dat je glas half vol is dan half leeg. Dankjewel.